De recente ophef rond de opmerkingen van Johan Derksen over Haptamu De Hoop heeft een golf van reacties teweeg gebracht waarbij meningen en standpunten botsen. Derksens bewering dat De Hoop, ondanks zijn adoptie en opvoeding in Friesland, geen echte Fries is, heeft tot verhitte discussies geleid over racisme en identiteit. In het programma vandaag in site namen verschillende betrokkenen het woord. Presentatrice Helene Hendricks bekritiseerde Derksens gebrek aan verontschuldiging en benadrukte dat zij persoonlijk anders zou handelen in een vergelijkbare situatie. Ze wees op het belang van het erkennen van fouten en het aanbieden van oprechte excuses. Merel E.K., aanwezig tijdens de bewuste uitzending, uitte spijt over haar eigen nalatigheid om in te grijpen en te reageren op het moment zelf. Haar reflectie weerspiegelt een groeiend bewustzijn over de verantwoordelijkheid om zich uit te spreken tegen ongepaste opmerkingen. Zelfs als dit betekent dat men zich ongemakkelijk voelt. René van der Gijp voegde zijn typische doze sarcasme toe aan de discussie, waarbij hij EK's reactie luchtig belachelijk maakte. Zijn opmerkingen benadrukken de complexiteit van het omgaan met controversiële situaties op de televisie en de verschillende manieren waarop individuen erop reageren. Dirkse zelf weigert zich te verontschuldigen en volhardt in zijn standpunt, waarbij hij beweert dat zijn opmerkingen niet racistisch bedoeld waren. Zijn weigering om verantwoordelijkheid te nemen heeft de verdeeldheid alleen maar vergroot en de roep om hem tot verantwoording te roepen versterkt. Deze kwestie benadrukt de noodzaak van een open en eerlijk gesprek over racisme, identiteit en verantwoordelijkheid in de media en daarbuiten. Het laat zien hoe zelfs zo waarschijnlijk onschuldige opmerkingen kunnen leiden tot diepgaande discussies over culturele gevoeligheden en het belang van empathie en begrip.